Wat is de Piratenpartij en wat kan zij voor ouderen betekenen? De Piratenpartij staat voor een maatschappij, een democratie, waarin alle kennis, cultuur en wetenschap die de mensheid ooit heeft voorgebracht, voor iedereen vrijelijk beschikbaar is. De Piratenpartij is internationaal. Er zitten momenteel 4 Europarlementariërs van de Piratenpartij in het Europarlement. Hier volgen enkele voorbeelden van wat de Piratenpartij voor jou wil doen. Zorgen voor vrije toegang tot informatie. Betere toegankelijkheid van overheidsinstanties, buurthuizen, bibliotheken, etc. Wat betreft bereikbaarheid, openingsuren, mogelijkheden voor transport en assistentie. Pleiten voor thuiszorg. Met tijden voor de cliënten en meer handen aan het bed in pleeg- en verzorgingshuizen. Kernpunten zijn mensenrechten en als belangrijk mensenrecht ook privacy. Dat is de Piratenpartij. Waarom die naam? Piraten respecteren toch geen mensenrechten? Dat is de overheersende, maar het meeste gevallen niet kloppende beeld. Het label piraat wordt al eeuwenlang geplakt op groepen die ingaan tegen monopolisering in nieuwe gebieden. En dat is een van de doelen van de Piratenpartij. Het voorkomen en bestrijden dat de macht bij een kleine groep mensen blijft. Je moet als partij juist in de landelijke politiek ook je lokale belangen vertegenwoordigen. Ik kan me voorstellen dat u nog veel vragen heeft voordat u ons hokje rood kleurt. Aanstaande zaterdag, 20 november, kunt u ons live ontmoeten in de binnenstad. Piratenpartij, dat is lokale politici en een internationale beweging. De Piraten staat voor zelfbeschikkingsrecht voor elke burger, jong of oud. Stem Piraat en stem uw eigen stem. En zelfbeschikkingsrecht terug. Stem Piraat!